Laure Provost is een fantastische kunstenares die verschillende elementen heeft die terugkomen in haar werk. Kunnen bijvoorbeeld zijn borsten, theezakjes komen soms terug en ook octopussen. Dus in de pannen is er een soort van een grote octopus aangespoeld. Het is een kunstenares die eigenlijk vaak verbeeldt wat het betekent om tussen verschillende culturen en contexten zich te bewegen en daarin te overleven. Die octopus verbeeldt dat ook een beetje. Het gaat hier over de tactiliteit van die tentakels. En de octopus heeft verschillende elementen eigenlijk in de tentakels. Eén daarvan is een vlag waarin een slogan op staat. Ideally, you would see where to go. En een heel interessant detail in dat werk is dat de kunstenares een detail heeft ingewerkt van een ander kunstwerk van Beaufort. Namelijk, er zit een kopie in van een laars van een van de ruiters van het werk van Nina Bayer dat op de golfbreker in Nieuwpoort staat. Het kunstwerk is gepositioneerd op het strand en vormt daar een soort van speciale badgast in de pannen.